boeren zijn echt niet blij met deze situatie. En de schippers zijn niet blij met deze situatie. Dus ik weet niet waar Nederland mee bezig is. Schipper Teun de Vries vaart op de 73 meter Vertrouwen. Vroeger voer hij graag in Duitsland, met name op de Neckar, maar sinds het daar met de ligplaatsen voor de binnenvaart zo hard achteruit is gegaan, komt hij er niet meer. Ook over de nieuwe steiger bij Lobith, waar je met hoog water niet van af kunt, is hij niet te spreken. Om over de afkalvende Maasoevers nog maar te zwijgen. Maar als hij alleen maar zou zwijgen, zou dit een erg stil filmpje worden. Daarom zegt hij hier wat hij ervan denkt. Zijn dochter Jentel maakte er de illustrerende beelden bij. Teun, je voer in het verleden ook vaak op Duitsland. Waarom ben je er in de eerste plaats eigenlijk mee opgehouden? De eerste plaats is eigenlijk is dat mijn dochter naar school toe gaat en mijn vrouw thuis zit. En de tweede plaats, dat is dat ik meer de weekenden dan thuis wil zijn. En dan kwam er bij kijken, de weekenden naar huis toe gaan in Duitsland is heel moeilijk. Want een hele hoop ligplaatsen die zijn of weggehaald of je zit achter grote hekken. Want vroeger kon je eigenlijk in elke haven goed leggen. Tegenwoordig zijn er maar een paar havens nog over. Ga je verder dan Koblenz, dan moet je eigenlijk gelijk door naar Mannheim. Want daartussen zit eigenlijk niets. Er zijn nog fatsoenlijk het schip neer kan leggen om het weekend naar huis te gaan. CQ je auto aan de wal te zetten. Dus het wordt zo moeilijk. En ja, dan is de plezier eraf om naar Duitsland te varen. Want ik deed vroeger heel graag de Neckar opvaren. De Neckar die is zo'n mooie rivier om daar te varen. Maar ze hebben er gewoon het plezier weggehaald. En dat vind ik eigenlijk heel zonde. En nou heb Nederland is ook al begonnen met een klein stukje plezier eraf te halen. Want de havens die, waar je eigenlijk met hoogwater altijd af kon. Zo bijvoorbeeld Lobith. Daar kan je er nou met hoogwater niet meer af. Daar hebben ze nieuwe stijgers neergebouwd. Ze zijn prachtige mooie stijgers met laag water. Hoog water kan je niet meer aan de wal komen. Vroeger was het eigenlijk andersom. En met laag water was Lobith geen fijne haven. Tegenwoordig is het met hoog water als je eigenlijk gevangen zit. En dan bel je waterstaat op en dan krijg je te horen van het is maar 6 dagen in een jaar. Ik geloof dat we nu al 20 dagen zitten dat je niet afkomt. Dus er is nu al voor een paar jaar als dat nou eigenlijk al verstreken is. Dus of dat waterstaat nou een misrekening gemaakt heeft, ik weet het niet. Heb je dan ook het gevoel dat ze eigenlijk bij de Rijkswaterstaat niet meer weten waar ze mee bezig zijn? Er wordt te veel uitbesteed. En die uitbesteding die willen het allemaal zo goedkoop mogelijk doen. En Waterstaat die denkt daar bijna zelf niet meer aan mee. Dus de goede gedachte gaat weg. Want alles wat je uitbesteedt, dat komt niet goed klaar. En dan zegt Waterstaat, ja, het moet zo goed zijn. Maar dat functioneert niet. En dat is heel zonde. En ook heel kwalijk. Heeft dat ook te maken met kostenbesparingen? Dat ze uitbesteden? Ja, dat heeft te maken met kostenbesparingen. En dat is de nadelen van de scheepvaart. Teun, jouw thuishaven is Maasbracht, dus je kent de Maas heel goed. Ja. Hoe is de situatie daar wat oevers betreft? De oevers? Mijn vader en moeder die hebben in de jaren 70 de Maasoevers allemaal aan meegevaren om de Maasoevers vast te leggen. Hebben ze er allemaal grove grind tegenaan gegooid. Wat gebeurt er nou? Wat staat nu? Die halen al die grove grind weer weg. Dus wat doet de Maasoevers nou? Die kavelen weer helemaal af. Met het gevaar als dan er eigenlijk mensen naar beneden kunnen vallen. Maar ook koeien, schapen, bomen. Dus het wordt een hele gevaarlijke situatie. Het enige wat wij daarvoor teruggekregen hebben, en dat is eigenlijk de bedoeling waarvoor dat ze terugkrijgen, als dan er nou vogeltjes in die Maasoevers nestjes bouwen. En daar wordt nou een hele hoop voor uitgegeven. Ik vind het eigenlijk een beetje een rare situatie, maar goed,
dat wil het milieu tegenwoordig. Dan moet nou de Maas op diepgang gehouden worden voor de vogeltjes. En voor de rest is het een gevaarlijke situatie geworden. En zeker met een hoogwaterperiode, dan gaat er weer zoveel kubieke meters grond verloren. Wat er eigenlijk de boeren in moet leveren. Want waterstaat, die hebben in principe zoveel meter vanaf de oever blijft van waterstaat. Dus wie levert het in? De boeren. De boeren zijn echt niet blij met deze situatie. En de schippers zijn niet blij met deze situatie. Dus ik weet niet waar Nederland mee bezig is.